Normaal krijgt de ombudsvrouw een twintigtal meldingen van bewoners die vuilnismannen aan de deur krijgen met hun nieuwjaarswensen. Maar na haar oproep aan de Antwerpenaren eerder deze week om melding te doen, zijn er nu al een honderdtal. In de meeste gevallen klagen de inwoners de eindejaarsrondes van de vuilnismannen aan. De mannen gaan rond om fooien op te halen, maar dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Bij acht op de tien meldingen gaat het om een klacht. In de overige gevallen heeft de bewoner er geen probleem mee. De ombudsvrouw zal de meldingen nu inventariseren en dat aan de bevoegde schepen doorgeven. Er zal dan bekeken worden hoe de eindjaarsrondes van de vuilnismannen volgend jaar aangepakt moeten worden. Gisteravond kreeg ook de politie een aantal oproepen. Enkele vuilnismannen zouden gecontroleerd zijn, maar kregen voorlopig geen pv. Volgens de politiecodex is het verboden om aan deuren te bellen om geld te krijgen. De pv's die daar vorig jaar voor werden uitgeschreven, zijn later geseponeerd.